Hallo allemaal, hier is dan weer professor Explosie en we zijn hier weer in City Life Church met mijn schitterende lab. Alles zit nog netjes in elkaar, gelukkig. En ik heb weer een geheel verantwoord proefje meegenomen vandaag. En vandaag hebben we het over talenten. Talenten is prachtig, want God heeft eigenlijk iedereen wel een talent gegeven. En het maakt niet uit of het een groot of een klein talent is, we hebben allemaal talenten. En wat ik wil laten zien, is dat muggen, die kunnen ook iets heel bijzonders. En ik had wat muggen meegenomen hier naartoe om dat proefje te laten zien. Maar die muggen die zijn weggevlogen en ik kan ze even niet meer van de lampen afkrijgen. Dus we zullen het even op een andere manier moeten doen. Het is namelijk zo, muggen die kunnen dansen op het water. Dat is hun geweldige talent. En dat kan ik zichtbaar maken, want het water heeft namelijk oppervlaktespanning. En oppervlaktespanning kunnen we zichtbaar maken door middel van een punaise. En zo'n punaise die kan je gewoon plat op het water leggen. En dan zal je zien, dan blijft die drijven op het water door de oppervlaktespanning. En daar maken muggen gebruik van. En misschien is het leuk, Ruben, als juist jij erbij komt om samen met mij dat proefje te doen. Ik ben benieuwd. En wat ik dus bedacht heb, is als je wil laten zien dat muggen op het water kunnen dansen, dan kan je dat doen door middel van een punaise. Deze? Zo'n punaise, ja. En die kan je plat op het water leggen, zo, waarbij je gebruik maakt van de oppervlaktespanning. Okay. Nou, ik ga het proberen in mijn bakje en jij in jouw bakje. Zullen we er gewoon een wedstrijdje van maken? Dat is goed, dat, ja, ja, ja. Oké, okay, maar dat moeten we wel gelijk doen, hè? Oké. Okay. Ik tel af, ja. 1, 2, 3. Hij zinkt! Hij zinkt! Hey. Dat gaat lekker. Gewoon één keer goed. Ja, blijkbaar heb ik er talent voor. Nou, zo. Blijkbaar. Ja, maar het is jouw. Probeer het gewoon nog een keer. Joh. Gewoon nog een keer proberen. Kom. Ik doe ook. Kom. Hij zinkt weer! Oh, de mijne ook. Ja, nou ja, zie je, dat is toch wel lastig, zie je, om dat te doen. Nog één. Nou, ik nog één en dan ja, dat zou toch moeten werken. Hij zinkt weer! Mijne, nou ja, ik heb er eentje drijven, dus je ziet dat het toch wel lastig is. De mijne liggen allemaal op de bodem. Ja, ik moet wel iets bekennen, Ruben. Nee. Ja, ik heb een beetje met stofjes geknutseld en ik had wat afwasmiddel had ik in jouw bakje gedaan. Professor Explosie. Ja. Afwasmiddel. Niet vals, ja, en weet je wat dat afwasmiddel doet? Dat breekt de oppervlaktespanning af. Geen oppervlaktespanning meer. Dus muggen, die proberen te dansen op het water en het is tjoep, gewoon, gewoon naar de bodem. Dus ja. Die kunnen nu niet meer dansen op het water? Die kunnen nu niet meer dansen op het water. En wel nee. Dit bakje? Wel in dat bakje. Ja, dat komt door afwas. Dus, daar snap ik helemaal niks van. Ja, maar zo werkt het. Je ziet het, zo werkt het proefje. En zo kun je dus de oppervlaktespanning zichtbaar maken. En hier is die dus verdwenen, want ze tjoepen er allemaal doorheen. Ja. Of dus, explosie. Ik heb weer wat geleerd vandaag. Nou, super. En wat kan je er nog meer van leren? Dat als je in bad gaat en je doet een halve fles badschuim in je bad. Niet doen, want je ziet het. Muggen die worden er niet blij van.